En hallo mensen, top te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in de Black Market en daar ben ik met een reden. Er zijn deze week zijn een nieuwe contract gelanceerd en die luiden eigenlijk als volgt, om met de deur in huis te vallen. De Total Factory is terug, dus dat je 75 games moet winnen. Er zit geen tijdslimiet aan, dus doe lekker rustig aan. En als je dat eenmaal gedaan hebt, dan krijg je toegang tot 10 Rare Supply Drops. Helemaal gratis, ja, ondanks dat je 75 points moet winnen, dat is ook een beste opgave. En een weapon bribe waarbij je eigenlijk hopelijk voor jou een nieuw wapen krijgt. Dat zou super tof zijn. Die is weer terug. Daar zit geen tijdslimiet aan. Dus veel plezier ermee. Dat is het eerste. Het tweede wat ze erin hebben gedaan. Of eigenlijk erbij hebben gedaan. Is de mercenary contract. Dus dat is met Hoe heet dat ding? Ja, met die speciale... Met die speciale specialist die je begrijpt. Maar wel die allemaal... Maakt even niet uit. Met al speciale abilities en shit. Hij is best wel tof, maar... Daar kan je 90 crypto kiezen en uitgeven. Zit er ook weer iets achter. Een heel idee, maar dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar de volgende die we hebben... Ja, sorry dat ik het zo vertel, maar... Ik weet het even niet meer. De derde die we eigenlijk hebben, het gaat over de calling cards. Je kan, als het goed is, wat ik ervan begrepen heb... Moet je 6 calling cards halen. En als je dat eenmaal gedaan hebt of gecomplete... Dan krijg je deze speciale calling card die je nu op mijn scherm kan zien. Alleen, er staat bij dat die geanimated is, maar hier staat die stil. Maar waarschijnlijk is er iets tofs, dus... Dat... Maar de vierde daarentegen, dus het vierde wat ze hebben eigenlijk gelanceerd weer... Dat is wel voor mij wel, denk ik, het tofste. Hetgene wat ik ook al sinds doe, staat ik active bij. Dat is wel een extra camo, een nieuwe camo. En waarom is dat voor mij tof? Omdat ik gewoon... Ik vind dat gewoon heel tof. Een nieuwe camo die je eigenlijk op elk wapen kan gebruiken. Ook op DLC-wapens. Want daar kan je gewoon geen camos voor krijgen in de Black Market. Dus dan krijg je toch een soort van speciale camo ervoor. In plaats van alles wat je vrij moet spelen. In ieder geval, wat je moet doen voor deze camo is heel simpel. Ja, in theorie is het simpel. Je moet 200 kills krijgen met specialist weapons. Dat klinkt in principe heel makkelijk. Maar je moet bedenken dat je met gravity spikes... Ik denk dat je in een potje... Wat zal het zijn? Hooguit 5, 6 kills maakt. Tenzij je geluk hebt natuurlijk hoor. Uitzonderingen daar gelaten. Als je een paar keer mensen of campers pakt... Dan red je dat prima 5, 6 kills in een potje. Maar dat duurt nog steeds heel lang. Dan hebben we verder de Sparrow. Nou, er zitten een aantal kogels in. Als je die allemaal raak zou schieten. Waarvan ik in eerste instantie niet vanuit ga dat het zou lukken. En je hebt dat. Dan zou je toch daar ook wel zo'n 5, 6 kills mee kunnen pakken in een potje. De Tempest, hetzelfde verhaal. De War Machine, ja, misschien iets meer, misschien iets minder. Dan hebben we de Annihilator. Daar kan je ook ongeveer 8 kills mee pakken. Denk in een potje. Dat is dat wel een beetje een sterke wapen. Alleen het is op short range. Dan heb je nog de Hive. Ja, dat is gewoon geluk hebben dat mensen in je shit lopen. Ook super leuk, ook super grappig trouwens om mee te spelen. De Sky is hetzelfde, het moet echt om wapens gaan. Want Psycho, dat werkt niet. Reject, Combat Focus, Kinetic Armor, Glitch, Vision Pulse en Overdrive. Daar heb je niks aan. Daar krijg je geen punten van, dat zijn nou geen officiële wapens. Zoals bij de Sky is dat ook weer de Ripper, dat valt hier ook onder het wapen. En bij de Firebreak is dat de Purifier. Als je met die wapens speelt, dan krijg je punten erbij en anders niet. Ik kan dus best wel punten pakken, maar nog steeds 200 kills is en blijft veel met specialist wapens. Dus het is wel iets wat je niet morgen of overmorgen zal zien, denk ik. Tenminste, daar ga ik van uit. Maar hoe ga je nou het snelst je specialist wapen krijgen? Dat is eigenlijk heel simpel. Het is echt simpel. Alles wat je hoeft te doen, is je zet overclock aan. Dat is eigenlijk alles, want op die manier krijg je gewoon veel sneller krijg je specialist en dan heb je dat zo gedaan. Specialist heb je op die manier gewoon zo binnen. Je hebt een paar kills en boem, daar is weer je specialist. En... Helemaal bijzonder is dat met de Ripper, want de Ripper is een vrij eenvoudige specialist eigenlijk qua wapen. Waardoor je hem heel snel weer opnieuw kan gebruiken. Dus dat is heel erg tof. Dus dit heb je nodig. En ik ga vandaag voor jullie ook een potje spelen, Team Deathmatch. En dat ga ik doen met deze class. En dat wordt de Vesper met Extended Mag, Stock en de Vestmax. En uiteraard de awareness dat ik kan horen waar iedereen is. Of ja, de mensen die dichtbij zijn. Vest hands, dat heb je nodig met een Vesper ook wel. Want anders ben je, het is short range, dus dat heb je nodig. Six Sense, want ja, ik wil weten waar iedereen is op de map. Dat is altijd handig. En overklok uiteraard voor mijn snelle specialist. Dus dat ga ik doen. En we gaan lekker een potje joinen. Ik weet niet of het een playing game is, maar dat zien we vanzelf wel. En nee, het is nog geen playing game. Oeh, het wordt Nuketown. Nuketown is altijd tof. En dit is mijn oude potje van de vorige. Dus dat is helemaal mooi. Dus, ja, ik spaar die shit nooit. Dus dat is een beetje mijn ding. Ik heb ook geen duplicates. Alles wat ik laatst stond, dus ik heb dit poppetje gekregen. Maar ik raad persoonlijk, ik ben gewoon tijd aan het doden, maar... Hier, Samurai. Ik vind het een tof poppetje. Het is voor de rune ook trouwens.
Maar alleen als je zo'n gele hoed op hebt op je poppetje, dan valt dat zo op. En als je dan iemand probeert, als iemand op jou aan het schieten is, dan valt dat geen hoofd zo op. En dan val je makkelijk op. Oké, mijn Ruin draagt op dit moment ook een rood pakje. Maar rood met zwart, dat is sexy, weet je. Een soort van. Toch? Ja, dat is een soort van sexy. Dus, maar zo'n geel hoofd, dat valt hartstikke op. Dus dan, dat werkt niet, denk ik. Dus dat gaan we in ieder geval doen. We gaan de Vesper erbij pakken met onze overklok. En we gaan kijken of we hier iets moois uit kunnen halen. En hopelijk hebben we een beetje gelijke teams. Want meestal heb je één team die heel sterk is en die andere helemaal niks. Maar dat zien we vanzelf wel, dus let's go. Ik ga iedereen loopt die kant op, dus ik zoek het maar uit. Wat? Waar kwam je? Helemaal ja, ik dacht dat die guy helemaal achterin. Alleen hij was echt op mij aan het mikken. De rest had zoiets van, oh, je staat er ook bij, leuk. Ah, kom op. Waar speelt hij mee? Met de M8, of course. Want zitten ze daar in het hoekje te campen? Daar heb ik een hekel aan, man. Nee, oh. Gaat dan niemand van ons submachine guns gebruiken hier? Gaan we nou allemaal voor de lange afstand? We gaan het toch niet krijgen? Oh, wow. Tuurlijk, loop heel rustig om, weet je. Oh, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik bijna net zo erg als campen. Of vind ik campen dan nog net iets erger? En oh, ik kan dat helemaal. Ik red dat. Ze zitten allemaal te campen daar. Verschrikkelijk vind ik dat. Met andere woorden, als er niemand van ons af zou rennen, zouden ze gewoon geen kills maken. Dat is de theorie erachter. Oh ja, ik had misschien niet moeten herladen. Was misschien niet zo'n goed plan. Ik had prima nog een kill mee kunnen maken. Maar oké. Okay. 4 om 6. Het is niet het meest mooi hoor. Maar ik kan er niet wel mee thuiskomen, denk ik dan maar. Oh, wauw. We gaan wel gelijk op, zie ik. De team, qua team. Dus. De teams gaan aardig gelijk op. Oh ja, goed zo. Hoezo heb ik die kill niet? Ik had die kill sowieso, maar oké, dat ligt misschien aan mij. Zit hier geen mensen? Want er zitten toch allemaal te campen? Nou, ik dacht misschien zit hier ook wel iemand. Oh ja, gaat goed. Zo, ja, kijk. Hij doet ook even voor hoe het kan. Ik denk dat hier mensen boven zitten, dus daarom ga ik even naar boven toe. Iemand? Jammer, dat is een zonde van je specialist. Maar oké. Okay. Wow, ze komen het hele team aan. Gezellig. Oh, met z'n allen rond die Cerberus. Natuurlijk. Oh, waar ben ik? Oh ja, mooi. Ja, kijk, ze gaan wel een stukje harder. Maar als ze met z'n allen ons huis zien komen, ja, daar kan ik helemaal niks tegen doen, jongens. Nee. Oh ja, mooi. Goed zo. Heel soepel dit, jongens. Dit gaat heel soepel. Oké, ik moet even wat meer die gravity spikes gebruiken, want ik gebruik dat eigenlijk nooit. Alleen nu voor deze speciale shit gebruik ik dat. Dus het is voor mij ook helemaal geen bekende specialist, dus. Ik had beter de purify kunnen pakken als ik dat ding had geunlocked. Oké. Qua kills ga ik in ieder geval niet verkeerd, dat scheelt al. Oh. Iedereen killt me door dat ding heen. Als ik er een keer sta, oh ja, tuurlijk. Iedereen kill de ding heen. En als er een keer een team een enemy staat. Nee, daar kan je niet doorheen schieten. Dat kan niet. Dat is na een muur. Oh, die had ik eigenlijk beter met die gravity spikes moeten kunnen pakken, denk ik. Maar oké.
Oh, kijk. Nou, dat kan ook. Ik kan denk dat ik beter gewoon de enemies kan kijken hoe hun het doen, want dat lukt mij niet zo goed. Hij was te snel. Nee. Zie daar iemand spawnt? Kan ik het even... Nee. Spawnt niemand. Is het weer verneukt? Mag het niet? Kom op, jongens. Ah, kom op. Ik had hem... Oh, zo close dat ik was, hè. Nu kan ik het volgens mij niet eens laten zien. Ik kom hier niet eens aan toe zo. Verdomme. Dankjewel. Oh, daar gaan we. Oké, ik sta wel bovenaan. Dat is wel prima. Het potje ging prima, was vrij snel, maar oké. Nou, even kijken naar mooier. Met een BRM op Nuketown, jongens. Dit is echt goud. Dit is goud. Nou, ik vind dit gewoon meer lelijk. Ik vind, in mijn ogen is Nuketown gemaakt voor submachine guns. Ga je niet met een BRM. Maar oké, het is altijd mogelijk, want hij heeft er schijnbaar toch al kills mee opgepakt. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe van een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden. En ik ben ook benieuwd wat voor hoeveel, ja, wat contract gaan jullie als eerste doen? Of zijn jullie aan het doen? En hoe ver ben je dan al? Of ja, ben je dan al? Daar ben ik heel benieuwd. Dan laat even achter een reactie beneden. En dan ben ik heel erg benieuwd. En dan hoop ik jullie te zien bij een volgende video volgende week. Weer op vrijdag. En dan zeg ik iedereen laters. Dag en doei.